Wat waren die... Ja, nee, ik weet het niet. Ja. Ik ga vragen... Ja. Wat ik wel weet is dat ik nou hele mooie schoenen heb, maar dat doet er niet toe. Heb je daar in één keer aan? Ja, dat maakt niet uit, jongens. Maar, het is in ieder geval prima. We zien hun nu later. Dat hebben we net afgesproken toen we nog bij het ding stonden. Laten we in ieder geval even doorlopen, want sowieso je ziet waar we nu tegen moeten. Dus ik denk dat het best wel handig is om even wat resources te zoeken om toch nog sterker te worden. Yes. Kijk, zij hebben de stuff, dat hebben we gezien. Ja, precies. Dus wij moeten gewoon de omgeving als advantage gaan gebruiken, lijkt mij. Kennis inderdaad. Kennis, verbreding van onze horizon. Mm-hmm. Nee, inderdaad, geef ik je geleiding. Maar ik zie er nou een naam? Wacht, wat? Hey! Hey! Oh, hi. Hi, wat doe jij hier? Jou Wacht. Kennen we nog niet. Ik ben even bezig, jongens. Wacht even, een momentje. Ik ben zo klaar. Willen jullie trouwens niet mijn hout pakken? Ik ben... Jouw hout? Dit is mijn eiland, vriend. Ik weet niet wat jij hier doet. Sorry, wie zei dat? Jij? Ja, ik, ja. Dit is mijn eiland. Nou, hoi. Ik ben David. Hoi, David. Hi, wat doe je op mijn eiland? Nou, ik maak even dit hout af. Oh, pas op, Chunker. Ik sloeg je bijna, joh. Nee, je gaat niks afmaken. Je gaat nou eerst even onze vraag beantwoorden. Ben jij ook aangespoeld, net zoals die andere gasten? Yep, net aan de andere kant. En ik heb een bijltje gepakt en ik dacht, ik moet een huis hebben. Maar even serieus. Hoe kom je aan die spullen dan? Spullen? Dit is een bijl, die vond ik daar. Ik kan het wel even laten zien waar. Het is aan de andere kant van het eiland. Daar is ook een schip aangestrand. Ja, maar daar zat jij niet bij, of wel? Dat zeg ik net. Ik heb met andere mensen gesproken. Er zijn... Ja, precies. Kapitein Arjan, die ken ik. Die ken jij? Yep. Waarom hebben ze jou dan niet genoemd? Waar? Ik zal het anders zeggen. Ik heb jullie nog niet eerder gezien. Zeker deze knul niet. Wie is dit? Ik ben Rick, hallo. Hoe heet jij? Rick. Rick. Ah, Rick. Even onthouden. Ik ben nieuw hier. Goed. Aangenaam. Oké, en hoe ben jij hier gekomen dan? Ja, wat denk je? Dat schip, joh, toen die aankwam. Hoe kan jij er nog zo goed uitzien? Hoe lang zijn jullie hier al? Zij of ik? Jullie. Nou, wij net. Nou, Joris, ik kan de dagen niet tellen, maar hoe lang zou het zijn? Een dag of 10. Ja, zoiets. Een dag of 10. Oké, ja, ik ben net een paar dagen geleden aangespoeld. Ik zit hier een beetje rondlopen en ik zag dit in één keer. Ik denk, hoppakee, ik wil een huisje bouwen, dus hebben jullie al een huis? Nee, wij waren er eigenlijk net mee bezig. Oh, waar? Ja, dat weten we nog niet. Hmm. Maar we hadden toch die ondergrondse basis nog? Of, nee, niks aan de hand, niks aan de hand. We hebben geen basis. Nee, we hebben geen basis. Sorry. Nee. Weinig eten en zo. Kan niet Sorry. Maakt niet uit. We kunnen twee dingen doen. Of ik ga nou bouwen. Ik heb hier best wel veel hout. En ik help jullie. Wat zag ik daar in je hand? Waar? In je hand? Volgens mij... Oh, dit? Nee, dat andere. Er zat iets tussen. Eten. Nee, ik zag nog iets anders. Heb je eten? Rick, hou eens op eten met je eten, man. Jongens, eten kunnen we gebruiken. Ja, wil je eten? Dat mag, hoor. Ja, graag. Kom maar op. Oké, cool. Nou, moet ik jullie helpen, jongens, of niet? Met het bouwen van jullie huis. Want het kan. Het wordt trouwens een beetje donker, dus ik ga nu beginnen. Dus keuzes maken. Go, go. Jongens. Ik wil heel even... We gaan heel even overleggen, als het mag. Ja, geen probleem. Ik ga wel even weg. Okay. Wat een rare vogel. Ik vind het heel vaag dat hij spullen heeft. Terwijl de rest, toen we de anderen aantroffen, die andere vier mensen, die hadden helemaal... Tenminste, nou ja, ze hadden wel spullen trouwens. Ze hadden wel dingen. Hm. Ja, maar ik zag iets ertussen zitten wat er niet tussen hoort. En überhaupt. Het leek trouwens hierop. Jij hebt zo'n flask? Huh? Ja. Oké, maakt niet uit. In ieder geval, het wordt nu heel snel donker en ik heb geen zin om hier veel te lang te blijven. Hoe komt hij nou aan vuur? What the fuck? Oké, jongens. We doen er gewoon alsof we hem vertrouwen. Laat hem gewoon dingen voor ons doen. Maar waar komt hij dan überhaupt vandaan? Laat hem dingen voor ons doen. Wij komen vanzelf wel achter. Zorg doen alsof we hem vertrouwen. Leren we het snel genoeg. Nou, prima. Ik heb in ieder geval nu een huis echt nodig. Het is freaking koud buiten. En ik ga naar het vuur. Hij heeft wel hout en warmte. Wat staat hij daar te springen? Het is een of andere gek, lijkt het wel.
Alsof maar... de ware toon ook hoe die... Hij deed zo normaal toen hij ons zag. Hij deed zo normaal. Alsof het gewoon, ik ben even op een onbewoond eiland, even houttakken, weet je wel. Weet je? Whatever. Het wordt nu echt heel erg donker, gasten. Ja, laten we daar. We gaan hem toe. Hey, Brand! Zo, oké. Maar, David was het toch? Dat klopt. Oké, ja, we willen graag een... lekker dit. Een huisje. Oké, nou, ik heb hier heel wat hout. Oké. Laten we het gaan doen. Pof! Waar gaan we heen? Jullie hadden een ondergronds iets, zei je. Nee, dat was een foutje. Oh. Zie daar, bij de jungle. Oh, daar bij de Bora. Ik bedoel, zullen we het gewoon hier doen? De wat? Wat zei je net? Hoe weet je dat? Nou, als dat die rare dingen zijn met die witte kappen, die ken ik wel. Die heb ik hier vaak genoeg gezien. Jullie niet? Hoe weet jullie pas een dag, zei je, of twee dagen? Pas net, zeg ik je. Bent hier pas net? Ja, dat heeft Arjan gezegd net. Waarom heeft hij ons dan niet over jou verteld? Geen idee. Er waren heel veel mensen op dat schip, joh. Dus, waarom ben je niet bij die andere groep eigenlijk? Waarom ben je eentje? Nou, als jij nu weet waar ze zijn, ik weet het niet. Maar ik liep door het bos heen en ik zie ze niet meer. We kunnen even terug naar dat huisje toe, maar daar zitten ze niet. Dus ze zijn weg, ik weet niet waar. En toen dacht ik ga hout pakken, dat was hier. En toen waren ze weg. Je klopt iets niet, jongens. Maar dit is wel een mooie plek om een huis te bouwen, ja, trouwens. Inderdaad, we bouwen gewoon een huisje. Ja. Hier? Ja. Denk zo. Oké, ik vind het goed. Dan hebben we heel wat hout nodig eerst. Willen we niet eerst wat lager maken? Zodat het even is? Dan kunnen we hier uitbouwen. Oh, dat is wel een idee. Ja, zeg het maar. Nou, even snel. Rick. Het is oké. Ga stuk. Ik heb echt geen spieren. Ja, vieze vingers heb ik al, dus... Dit is zo zwaar. Stel je niet aan, Pieter. Ik heb geen spieren, ik heb alleen mijn brein. Oké, daar gaan we dan, jongens. Bouwen. Zo, hoe groot moet die zijn? Met hoeveel mensen zijn jullie hier nog meer? Veel. Oh, hoeveel precies? Nou ja, wij en die groep die jij al hebt gezien. Ja, jij kent ze toch? Dus, niet meer, oké, prima. Hoeveel waren die andere groepen eigenlijk? Gewoon even om te testen. Welke andere groep? Die groep waar jij net mee was. Hoeveel mensen waren dat? Met Arjan? Hoeveel? Denk 6 of 7 of zo, zoiets. Ik weet het niet. Je kan dat niet eens tellen? Nee, dat weet ik allemaal niet meer. Ik maak zo meteen de raampjes trouwens hoor. Dat komt helemaal goed. Zo. What the fuck? Oh, jij gaat de vloer maken. Ja, ik denk het. Ik gooi er wel even het dak op. Zo. Ik heb momenteel maar geen planken, dus ik kan niks doen. Ik had jou toch een hele hoop spullen gegeven? Waar zijn die gebleven? Nee, toch? Volgens mij wel. Heb jou wel wat hout gegeven? Hebben jullie toevallig toortjes voordat ik het dichtbouw? Ik heb helemaal geen toortjes. Wat ik wel heb, is vuur! Wat? Kom je daar aan? Gewoon, die kun je vinden hier. Die kun je maken van iron en flint. Hè? Mag ik eens zien? Jawel, kijk. Het valt me op dat jij iets meer ervaring hebt met overleven dan de mensen die ik hier heb ontmoet. Het is zo warm. Is dat zo, water? Ja, best wel. Auw. Wat doe je? We zal even ergens een brandje maken hoor, momentje. Zo. Het is zo donker hier, hè? Dat is ook niet leuk. Goed. Dan zou ik zeggen... Oh, je hebt al een dak gemaakt. Hartstikke mooi. Zullen we ook nog een kist maken? Dat jullie al je spulletjes erin kunnen doen. Lijkt me een goed plan. Waarom moeten we alle spullen in één kist doen? Is toch makkelijker? Dat doe ik het ook. Leg ik er ook wat in. Oké, ik maak wel een kist, denk ik. Ja, goed plan. Vertrouw je helemaal op? Nou, ik hou niet mijn spullen gewoon bij me, hoor. Wat is er mis met mijn rugzakje? Ik kan toch al spullen bij me houden? Ja, op zich. Waarom zou ik ze in een kist doen? Nee, het hoeft niet. Het hoeft niet. Oké. Hij maakt al wel een kist trouwens. Lukt dat? Ja, maak ook even. Oh. Ja, Pieter, als jij je spullen erin wil gooien, doe maar. Ik heb in ieder geval een groot genoeg rugzak. Ik vind het prima. Ja, ik vertrouw David wel, joh. Dat komt helemaal goed. Niks aan de hand. Oké dan. Nou. Goed. Wie heeft er nog honger? Dan leg ik er even wat eten in van mij. Zo.
En nog wat hout. Zo. Oké, en dat was het. Oh, oh. Sorry. Nee, dat maakt niet uit. En nu? Wacht even, er zit helemaal niets in. Jawel, ik heb toch eten. Hout ik heb en eten. Eten. Oh, ik heb er echt net eten in gedaan. Is dat weg? Het zit er niet helemaal niet in. Ik heb één steak. Eentje. Ja, precies. Die heb ik. Ik heb er drie in gedaan. Ja, ik drie. Heb er ook één. Maar, ik... Ik zet nog even een vuurtje aan hier trouwens hoor, want het is een beetje zo. Okay. Ja, wacht even, als we vuur aan hebben, zeg, weten ze maar niet dat is toch fijner? Waar dat, we zijn? Is toch... Nee joh, wie zijn ze? Want in de jaren dat die ik hier zat... Die waar je het net over had, die je zelf net ook noemde. Oh ja, dat zou kunnen ja, maar nee, dat valt wel mee joh. Okay. Hoe zien Boros eruit? Een beetje zoals jou, maar dan met een zwarte kleding en een wit hoofd. Ja, waarom doe je er zo gemakkelijk bij? Heb je nog nooit Boros gezien? Kom maar gewoon met mij mee. Ze zijn helemaal niet zo eng. Niet eng. Ga je met hem mee? Hey. Oké, kom maar mee. Shit, jongens. Probeer het. Ja hoor, kom. Maar blijf lekker hier, denk. Oh, zij gaan niet mee? Te ver van het huis weg. Ik. Wacht er. Ja? Ga je met me mee? Ja, het zal wel moeten, denk ik. Nou, tot zo jongens! Ja, wij gaan even die kant op. Wacht even, wat at jij zo net? Een appel. Een appel? Wat voor appel was dat man? Je zit helemaal te gloeien. Is dat zo? Waarom eet je die appel? Kom, ik laat jullie even wat zien bij de Boros daar. Tof volk, niks aan de hand. Ik ga hier niet achterblijven hoor, sorry dat ik het zeg. Ik ga mee, ik ga ook met je mee Joris. Mee. Ach, mooi zo, iedereen gaat met me mee, hartstikke tof. Komt u maar. Maar... Ik vertrouw die vent echt niet hoor. We kunnen het echt niet alleen laten met die gast. Zeg David, vertel me eens wat meer over die Boros. Nou ja, ze wonen in het bos. Ze zijn aardige gozers. Niks mis mee. Wat vinden ze niet lekker? Sorry? Wat vinden ze niet lekker? Wat ze niet lekker vinden? Ja. Nou, ik weet wel van de Boros wat ze niet leuk vinden. En dat is? Is mensen op het eiland! What the fuck? Pak hem! Blijf achter jongens, blijf achter, bij mijn armor, bij mijn armor. Ja! What the... Holy fuck! Wacht, wat heb ik hier al? Wacht eventjes, wat was dit? Ik schop er dood. Ik heb een... golden sword? Allemaal... Kijk dit! Wow. Het gloeit helemaal. Hallo, mag ik hem zwart opstouwen? Ik wil het één keer Hey, wacht even, dit zwaard herken ik. Hoezo? De enige mensen... Tenminste mensen, de enige wezens die dat zwaard hebben... zijn Boros.